Goeiedag. We bevinden ons halverwege mei, maar we hebben al vroeg even van de zomer kunnen proeven. De afgelopen dagen was de temperatuur boven gemiddeld en de onstabiliteit neemt ook toe. Dus de komende tijd kunnen wel een aantal stevige buien tot ontwikkeling komen. Nou, aan het begin van deze 10-daagse periode gaan we eerst eens even naar de luchtdrukverdeling kijken. En ik heb het Amerikaanse weermodel er even bijgepakt voor donderdagmiddag een uurtje of twee. En wat we als eerste zien is dat er een lage drukgebied ten westen van ons ligt. Ongeveer tussen Ierland en IJsland. Nou, en dat lage drukgebied hebben we in eerste instantie nog niet zo heel erg veel last van. Maar aan de rand van dat lage drukgebied, daar gebeurt wel het een en ander. De afgelopen dagen hebben we vaak die verdeling gezien van lage druk ten westen van ons en juist hoge drukgebieden boven Centraal-Europa. En Nederland bevond zich dan een klein beetje in een niemandsland. En datzelfde geldt eigenlijk voor België en Frankrijk. En in dat niemandsland, daar stond wel een stevige zuidelijke wind. En daarmee werd echt die warme lucht vanuit het zuiden van Europa aangevoerd. En ook wel wat vochtigere lucht. En dan kunnen aan de flank van zo'n lage drukgebied, kan dan een klein lage drukgebiedje ontstaan. Dat wordt in de meteorologie ook wel een thermisch laag genoemd, omdat die warme luchtstromen die stijgen op. En dan krijg je aan de grond eigenlijk een tekort aan lucht, waardoor daar dan een lage drukgebiedje ontstaat. Nou, en die zien we op de donderdagmiddag ook in de weerkaart verschijnen. Die ontstaat boven het noordwesten van Frankrijk en trekt dan volgens over België richting Nederland. Dus in de loop van donderdag kunnen we wel een aantal stevige onweersbuien bij dat thermische lage drukgebiedje verwachten. Nou, is het dan daarna gedaan met de onweersbuien? Nee, want al vrij snel daarna, op vrijdag, dan zien we een hele vergelijkbare situatie optreden. En opnieuw aan de randen van dat lage drukgebied komt dan weer zo'n thermisch laag tot ontwikkeling. Ook ongeveer op dezelfde plek. En dat betekent dat we ook vrijdag nog met een aantal stevige buien rekening moeten houden. Nou, is het dan daarna gedaan met die wisselvalligheid? Daar lijkt het wel een klein beetje op. Als we dan even naar het weekend gaan kijken, dan zien we dat dat lage drukgebied steeds meer de strijd aangaat met hoge drukgebieden boven Centraal-Europa. Tijdens het weekend hebben we wel nog relatief rustig weer. Want dan lijkt er zich weer een hoge drukgebied in onze omgeving op te bouwen. Dus na al die buiigheid lijkt het weekend wel overwegend droog te verlopen. Maar daarna gaat dat lage drukgebied een steeds grotere rol opeisen. Gaat de concurrentie aan en verplaatst zich steeds meer naar het oosten. En dat betekent dat we ook met een vrij cruciale verandering van de windrichting te maken krijgen. Als dat lage drukgebied zich daadwerkelijk meer naar het oosten gaat verplaatsen, betekent dat wij onze zuidenwind gaan verruilen voor een westelijke of misschien zelfs wel noordwestelijke windrichting. En in deze tijd van het jaar kan die wind die over de Noordzee blaast toch wel wat koudere lucht aanvoelen. En dan zullen we dus een daling van de temperatuur gaan zien. Nou, we zien ook het nodige blauw in de kaart verschijnen. Dus na een relatief rustig weekend kan in de nieuwe week het buiigheid en de wisselvalligheid misschien ook wel weer gaan toenemen. Nou, wat voor temperaturen kunnen we daar dan bij verwachten? Dat hangt natuurlijk heel erg sterk samen met die windrichting. En als we dan nog even weer teruggaan naar het begin van deze 10-daagse periode, dan zien we echt nog die zuidenwind heel duidelijk terugkomen. Die warme lucht die hier helemaal vanuit het noorden van Afrika via het Spaanse binnenland koers zet richting ons land. En we zien het ook in de Alpenvalleien, daar ook best wel hoge temperaturen. Dit is trouwens de temperatuur op 850 hectopascal. Dat is niet aan de grond, maar ook niet op 10 kilometer hoogte in de atmosfeer. Het zit er net een beetje tussenin en het is vaak wel een goede graadmeter voor de warmte die we kunnen verwachten, die dus met die wind wordt aangevoerd. Nou, eerst hebben we dus nog die warmte vanuit het zuiden, maar dat gaat geleidelijk wel wat meer onder druk komen te staan. Want we zien tijdens het weekend met die westelijke wind toch al wel weer wat koelere lucht onze kant op komen. En we zien dan ook wel die scheiding weer ontstaan tussen die wat koudere lucht in het noorden van Europa en echt die warmte, die zomerse warmte die zich in het zuiden bevindt. Nou, na het weekend dan gaat dat lage drukgebied zich dan misschien wat meer naar het oosten verplaatsen. En als die wind dan naar het noordwesten gaat draaien, dan kan echt die koude lucht wel weer wat gaan uitzakken. Dat zien we hier net onder het label ook gebeuren, om dat lage drukgebied heen.
En in IJsland, daar is het behoorlijk fris nog voor de tijd van het jaar. Nou, en dan blijft dus die tweedeling, is even de vraag waar die grens precies komt te liggen. En dat is ook wel de onzekerheid waar we dan in die nieuwe week mee te maken hebben. Nou, het begin van die tiendaagse periode is natuurlijk nog behoorlijk warm. Een ruime 20 graden, maar die buien van donderdag brengen ook al de nodige verkoeling met zich mee. Dus op vrijdag zullen we al iets lagere temperaturen zien. Tijdens het weekend is het dan vrij rustig onder de invloed van dat hoge drukgebied. Maar daarna daalt de temperatuur wel wat verder en komen we zo rond de 20 graden uit. Maar we zien in de pluim wel die onzekerheid wat toenemen. Nou, en dat heeft met de neerslag een vergelijkbaar verhaal eigenlijk. Die buien aan het begin zitten er heel duidelijk in. Tijdens het weekend is het dan wat rustiger. Maar daarna, als dat lage drukgebied wat dichterbij gaat komen, dan blijven we toch met een vrij wisselvallig weertype te maken houden. De ene dag kan net wat natter verlopen dan de andere. Maar wat wel vast lijkt te staan is dat het begin van die tiendaagse periode dus warm verloopt met buien. Dat het dan tijdelijk wat rustiger is, maar dat het wel koeler wordt, met daarna mogelijk wel meer wisselvalligheid.